Dit is een galaxy, dit is een galaxy, 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 Super Luigi Galaxy. Yay! Ik ben er weer! Zeldaplay 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Super Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we 3 sterren gehaald, geloof ik. En in deze aflevering gaat mijn controller alle kanten op. Ik vraag me af waarom dat hij daar... Omdat mijn fles reflecteert. Dat, ja, het reflecteert een beetje de... Ja, moet je kijken hoe dat elkaar... Nou, we gaan naar een nieuw leveltje, level 12 om precies te zijn. We zouden naar een pauzes level kunnen gaan, maar ja, we hebben het nog niet helemaal... Oh, trouwens, we hebben Space Junk nog niet eens compleet. Toi! Nou, dan gaan we maar gewoon naar Space Junk Galaxy. Even die Junk staan halen, we zijn ook allemaal niet te rijden. Goed! Space Junk Galaxy, sterretje nummer 3, Tarantox Tangled Web. Een van de bekende Let's Play dinges gebeuren. Iets bellen. Maar ook niet aan, weet ik veel. Dus! Tarantox. Wat een naam. Boink! Oké, dus we beginnen weer hier op de spaceships van de Toad. En Toad heeft te zeggen... A brave Pidgeot Toad went to search for a power star. He went off to that planet and added him in sense. You think he's okay? Nee, hij is dood. Dat komt omdat jij te lui was om hem te assisteren in zijn quest. Jouw schuld, Toad. Moet iemand schuld geven. Oké, nou, ik heb een beetje zin in een speedrun tactic, dus... Dus ik ga een beetje snel door het spel, want ik wil namelijk heel erg graag naar het andere level. Hoi, ik jat heel eventjes alles mee. Ik schiet heel eventjes snel die kant op. Nee. Oké, blijkbaar kun je daarop staan, dat wist ik ook niet. Het is allemaal zo nieuw voor mij. Volgens mij zit jij hier aan de onderkant. Ben ik het... Nee, wacht eens eventjes. Hey you, yeah you, get in the taxi! Waarom heb jij een voice zo stem? Hey you, yeah you, get in the taxi, Starbits! It was creepy, if you feed me a bunch of Starbits, I... Starbits, eh? Pas erop, het is voice acting. I burst with snarky happiness and then transform. I'm famous, I need 50 stars, bitch. To curb the hunger pest. So hungry, ja, ik heb er geen 50, ik heb er maar 10. Waarschijnlijk is dat voor een van de secret stars, waar ik het dus al eerder over had. Nou, oké. Ik zal eens eventjes kijken hoe ver dat we komen. Ik denk dat we niet echt op de 50 zullen komen. Dus ik denk dat ik die heel eventjes... Ik denk dat ik eerst eventjes met de gewone oorspronkelijke starmissie van start ga. En dat we daarna zeg maar op Starbits gaan, dat we deze level nog heel eventjes opnieuw gaan doen. Dus we volgen hier gewoon het pad. Deze kant op, denk ik. Dan gaan we deze kant op, denk ik. En hier zit een coin. Oh nee, hier zit Starbits. Handig om te weten, mocht ik er nog een paar nodig hebben. Hoi, geef maar. En dan hebben we hier dus zeg maar al gelijk de ster. Waardoor dat we dus gelijk ergens anders naartoe warpen. Kan ik dat nog schieten of zo? Weet ik veel. Point. Nou, deze Starbits die tellen dan niet, aangezien dat we niet meer terug kunnen komen op dat planeetje. Dus we moeten sowieso nog heel eventjes terug. Oké, hier hebben we... Spinnen! Ah, ik wou eigenlijk comboen. Je verpest mijn combo. Ik hoop dat je er blij bent. Ben je nou trots op jezelf? Ben je nou... Ik spin! Een batterij die doet het goed, batterij. Dus, Help, I'm stuck. Aim your controller at me and press it. Oh, alsjeblieft, stop toch eens in een game met die vierde muur breken. Maar ik zou je wel helpen. In het space gebeuren. Dag, dood. Ah, gravity. Oké, dus dat kunnen we ook met onszelf doen. Dat is eigenlijk wat we hier moeten doen. Dus, en dan kunnen we ons eigenlijk dus lanceren naar diverse locaties. Dit kan nogal gevaarlijk zijn, want spring je dus bij sommige levels een centimeter verkeerd, dat doet pijn. En pijn is niet fijn. Pijn is nogal vervelend. Oké, dan hebben we hier al die spinnen, die willen maar gaan aanvallen, dus wat doen wij? Ik mis een extra hitchroom. Dat is niet echt handig. Ja, nou hoop ik dat hij... Ja, hier zit hij. Dan moeten we ons eigen lanceren naar dat spijkige... Ik schiet hem maar gewoon naartoe. Boom! En dan moeten we dus hier een baas zien te verslaan. Nou, wat deze baas eigenlijk praktisch doet, is vervelend wezen. Er zit hier een spin, die heeft verschillende knopjes om zijn lijf heen. En die knopjes moeten we raken. Dat is praktisch wat we moeten doen. Voor de rest schiet hij met green goo op ons. En ja, aangezien dat we Luigi hebben... dat deed pijn. Dit is eigenlijk een van die fases waar ik dus wel eigenlijk die schroom zou willen hebben. Maar ik faalde. Oké, nou. Dus, kom op. Boom. Ja, oké, dat is er eentje raak. We hebben er eentje raak. Mag ik even? Ja, je kunt dus ook eventjes snel naar de andere kant van het web schieten. Als je dus, zeg maar, zou willen.
Oké, okay, weet je wat? Je hebt een hele grote rode kont. Laten we daar maar tegenaan schieten. Oh, wat leuk. Oké. Okay. Mag ik al even? Boom. Ah, ik had gehoopt op een dubbel hit. Ah, nee, ik mis. No, ik mis. Geweldig audiocommentaar als je zo stil bent. Nee, jij wacht nog eventjes. Ik ben nog niet klaar met jou. Wachten. Hoppakee. Oh, waren het alleen maar die drie op de achterkant? Waarvoor heb je dan die zijkantjes? Dan moet je eventjes stil te zetten of zo. Oh, je gaat weer je Gringoo schieten. Auw, je gaat je Gringoo schieten op alle drie de kanten. Oh, daar. Die was hartstikke mis. Uh-oh. Nee. Blijf lopen. Auw. Waarom heb ik zo'n gevoel dat ik met keihard ga falen? Waar ik niet van hou. Boom. Ik krijg gewoon keihard snel door. En ik weet het, mijn audiocommentaar staat nou heel eventjes op stil. Omdat ik gewoon aan het concentreren ben. Voor de mensen die dat niet leuk vinden, ja. Boom. Dag Spinny. We hope to see you again. Nee. Ik weet niet waarom dat ik daar een random Pokémon quote in gooide. Had ik zin in, denk ik. Weet ik veel. Goed. Dus ja, nou kunnen we ons eigenlijk dus lanceren naar die stair. Hoppakee. En we hebben een stair. Ik wist eigenlijk niet dat het een baas was of iets. Maar goed, we moeten het level dus nog een keer doen. Dus ik zie jullie denk ik wel bij die Hungry Loom. En ik probeer ook Starbit te vinden die ik vind. Dus, ik dank jullie voor het kijken. En ik ga hier een knip plaatsen. Niet een einde van een aflevering. Never mind. Screw up. Zelda Play 20 screwed up met zijn audiocommentaar. Hungry Luma appeared. Yay. Nou, hopelijk kunnen we dat level ook nog doen. Dus ik zie jullie bij die Hungry Luma. Dus niet wegklikken. Dit is niet het einde van de video. Sorry, mijn fout. Speedy comment. Oké, we hebben een speedy comment. We hebben eerst hier een speedy comment te doen. Dus we worden geen knip. Spel, maak je keus. Oké. Speedy comment in orbit. Nou, op zich hebben we deze al gezien, dit level. Poolstar speed, pad, speedrun. Ja, ik heb eigenlijk de fast forwards gereserveerd alleen maar voor de purple coin missies. Dus ik ga deze gewoon normaal doen met audio commentaar en niet op een fast forward. Zoals dat ik jullie al heb geprobeerd. Of ik heb het helemaal nog niet gezegd. In dit spel heb je dus ook weer purple coin missies. Purple coin missies zullen altijd aangeduid worden, zeg maar, met de purple coins of met de purple comet. En dat is nogal vervelend, aangezien dat de purple comet nogal vervelend kan zijn. Oké, dus we moeten speedrunnen. Oké, speedrun tactics. Ik heb net geoefend, ik heb hard gefaald. Dus dat belooft nogal veel goeds te worden. Maar goed, wat ik jullie dus wou melden. Ja, als het dus zeg maar een, purple coin missie komt. Dan, met die purple coin missie, krijgen we een fast forward met muziek, zoals je gewenst mee. Waarom? Purple coin missies zijn zwaar irritant, nemen 9 van de 10 keer meer dan 20 minuten bij sommige levels in beslag. En daar zitten we allemaal niet op te wachten. Speedrunnen, dan blijft het heel eventjes daddelen, omdat ik daar zit in had. Starbit! Oké. Gewoon lopen. Poolstar. Waarschijnlijk heb ik de Poolstar nog niet eens nodig met Luigi. Oké, ik heb ze wel nodig. Flame. Ik denk ik zal ze heel eventjes een beetje platformen door er gewoon keihard hard tegenaan te lopen. Oké, hey. En we gaan nog sneller, en we gaan nog sneller. Kom op, snel. Natuurlijk ging die daar net nou niet. Kom in beeld, dank je. Wee. Hi, auw. Wil jij dat niet tegen mij doen? Dadelijk val ik naar beneden toe en dan ga ik dood en dan hebben de kijkers lol. En dan moet ik alles weer opnieuw gaan doen. Daar heb ik zin in hoor. Oké, nou. Mag ik heel eventjes. Hallo. Iemand had hier een... Star, dinges. Waarom bevrijd ik jou? Waar is die? Ja, daar komt hij aan hoor. Ik denk dat ik die jump ook nog niet eens met gewone Luigi zou kunnen maken. Dus ja, zonder dat je dat skip ding nodig hebt. Dit is best wel leuk om dit in een speedrun te gooien. Vooral met Luigi. Dankjewel spel. Oké, dus we gaan dit heel strategisch aanpakken. Ik ga eerst deze kant op en je moet springen. Bijna vergeten. Oké, dan gaan we weer terug. En dan pakken we gelijk het middelste pad.
Daar zitten er twee, geloof ik. Drie zelfs. Ik moet zeggen, ik ben hier nogal nerveus voor, want dit speedrunnen met Luigi is niet goed. En waarom is dat niet goed? Aangezien dat Luigi... Ja, ik heb het al in de vorige aflevering over dat slider gehad. Daar word je niet echt vrolijk van. Oké, nou. Ik heb nog 1 minuut en 24 seconden. Oké, pak ik jou. En nou zit hier dat plateautje. En dan moeten we terug naar het midden toe. Ik vind het creepy. Nee, nee, nee. Oké, phew. Iedereen die zit nou te hopen, hè. Vallen, vallen, vallen. Ik hou ook van jullie, hoor, kijkertjes. Oké, we hebben alle 5 sterren. We hebben nog 1 minuut en 5 seconden om die ster te pakken. Die stadion verschijnt daar in het midden. En daarom moeten we snel naar het midden toe. En oké, binnen 1 minuut en 5 seconden, want die tijd die loopt gewoon door. Stel je voor dat je hier nog maar 10 seconden hebt. Dan zit je te stressen. En ik wil 1 minuut overhouden. Yay. You got a star. So be happy about it. And don't worry. Be happy. Du-d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 u
En nu, omdat ik daar gewoon keihard harde zin in heb, ga ik nu de knipper in gooien. Omdat we nu nog heel eventjes naar die bonus tattoo willen in Space Junk Galaxy. Wordt ook aangeduid met een vraagtekensterretje. Dus ik zie jullie bij de Hungry Luma. 50 bloemen, of 50 bloemas. 50 sterren was het toch, hè? 50 starbit? Ja, oké. Okay. Ik zie jullie zo! Oké, daar ben ik weer. Voor de mensen die zich afvragen, hoe kom je hier aan 50 starbits? Want ja, ik zelf had ook eventjes zo'n dilemma hier de eerste keer toen ik speelde. Je komt hier binnen, zeg maar, en dan heb je ongeveer 37 starbits als je alle starbits hebt verzameld. Dan kun je hier heel eventjes dit planeetje in om hier ook eventjes nog wat meer starbits te gaan verzamelen. Om dus op de 50 te komen. Waardoor dat je dus terecht kan komen bij onze Hungry Creep. Hallo Hungry Creep. Hey you, yeah you, get any starbits? If you feed me those starbits, I will transform! Ja nou, oké, geef maar. Hoppakee. Zou me net één keertje miskieten en dan net te weinig hebben. Dan baal je. Ja joh, bleek zelfmoord. Waarom? Een nieuw planet was born met een Yoshi face! Yoshi face! Ik hou van Yoshi faces. Oké, wat hier de bedoeling is we moeten hier alle Goomba's zien te verslaan. En voor een of andere aparte manier heb je hier dus een combo counter. 6! Ik weet niet waarom dat ik daar zo vrolijk voorbij. Zover ik weet, die combo counter doet helemaal niks. Tenzij dat je dus zeg maar de 8 haalt of zo. En dan krijg je dus levens, geloof ik. Maar ja, de reden waarom dat die combo counter... Ik denk dat dat gewoon fanbase is. Laten we het daar gewoon op houden. Mark een 3. 1, 2, 3, misschien 4? Ja! Ik weet niet waarom ik daar zo blij over moet zijn. Ik heb mensen gezien die deze gewoon echt... Die alle Goomba's als een combo tegelijkertijd pakken. En ja, die krijgen dan zeg maar een paar levens ervan. Maar echt speciaal iets doet het niet. Dan moet ik wel zeggen dat het wel leuk is dat we hier dus toch wel een appearance hebben in Yoshi. Omdat dat was de grootste teleurstelling toen dit spel voor het eerst uitkomt. Dat er Yoshi er niet in zat. En daarvoor het dus wel in Mario Galaxy 2. Maar ik moet zeggen, ik weet het niet. Ik bedoel, in Mario 64 zit Yoshi er ook niet in voor. Ja, zo'n reward ding op het einde van het spel natuurlijk. Zoals jullie in de playthrough hebben gezien. Die ik in de let's play. Maar ik bedoel gewoon te zeggen. Yoshi is Yoshi. En een beeld van Yoshi of eventjes dat Yoshi alleen maar hoi komt zeggen en je wat levens gaat geven, is niet dat Yoshi in het wel zit, als je het mij vraagt. Maar goed, we hebben dus weer een ster te pakken en ik neem aan dat dit de derde ster is. We zitten nu op 14 minuten. Ik denk dat het wel eventjes genoeg is voor deze... voice crack. Nee, ik denk dat het wel heel eventjes genoeg is voor deze aflevering, dus ik praat natuurlijk weer veel te snel. Zijn jullie gewend van mij? Trouwens, er is een nieuwe ster. Zal ik die vraagteken nog doen? Ik doe het! Daar kan ik spijt van krijgen. En die hebben we ook nog te doen in de volgende aflevering. Hurry, scurry, weet je waar? Gewoon bonus, hè? Waarom ook niet? Het is dinsdag, maar gewoon doen. Niet doen, slecht plan, toch doen, hè? Oké. Shrinking Satellite. Gezellig. Oké, wat we hier moeten doen. Deze is nogal challenging. Als ik me niet vergis, moeten we hier alle blokjes laten verdwijnen. Tenminste, zover dat ik weet. Ik weet niet zeker of het al deze was. Kan best. We zien het van eigens. Nou, je krijgt sowieso hier al gelijk een leven right off the bat. Dus long jump daar naartoe.
En die blokjes die zie je dus heel erg langzaam verdwijnen. It's dangerous to go alone! Take one of these! Oké. Okay. Ja hoor, daar hebben we de muzieknoten. Ah, hij is niet eigenlijk helemaal vol. Ik dacht dat... Ah, en hij is nog niet eens boeiend. Ik dacht dat deze planeet helemaal vol zou zitten, maar daar zit hij dus niet in. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Boop, boop. Boop. Boop, 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 boop. Hij zei poep. Nou, normaal gesproken, je hebt dus... Ik weet niet of er nog een variatie van deze level in deze Mario Galaxy zit. Ik weet... Ik herinner me trouwens nog in Mario Galaxy 2. Voor de grap ga ik hem ook gewoon proberen ook. Ik weet in Mario Galaxy 2, daar had je dus zeg maar... Tot je per se elk blokje weg moest halen. Dus dat is eigenlijk wat ik hier nou ook probeer. Gewoon als een soort van challenge. Is juist. Ik vind dat leuk om te doen. En als hij erin zit, dan lach ik maar helemaal suf. Want dan is dit... geen waste of time! Oké, okay, ik ga nog door. Ik ga nog door. Zulke challenges zijn leuk! En nou screw ik het up. Ah, maar ja, dat maakt niet uit. Want hier ga je er niet aan dood. Ja, er is daar een strategie voor. Dus mocht er zo'n level zijn, dan zal er dus waarschijnlijk heel erg veel falen in zitten. Nou, toch nog een bonus aflevering. Of een bonus sterretje gehaald. Toch weer 4 sterren. Prima. Ik vind het hartstikke leuk. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie natuurlijk weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Super Mario. Super Luigi Galaxy. Stout ik. En ja, heb je een leuk momentje van deze aflevering? Laat het natuurlijk weten in de reacties. Wil je iets anders melden? Laat het ook weten in de reacties. Je kunt alles laten in de reacties. Tenzij dat het natuurlijk grof taalgebruik is. Of een belediging van een andere kijker. Wat niet op prijs wordt gesteld op het kanaal. Wat jullie al wisten. Dus ik dank jullie voor het kijken. Laat een like achter als je dan natuurlijk ook tijd voor hebt. En dan hoop ik jullie morgen te zien in de nieuwe aflevering van Let's Play Super Luigi Galaxy. Wat ik al gezegd heb, maar dat maakt niet uit. Nee, ik wil niks geven. Doei!